Pasen. Ja, Pasen. Ja, Pasen. Ja. Is het lekker? Ja. Kinderen weten dat ik topsporter ben geweest. Dat weten ze al te goed. Komt ook door dat ze me wel eens op televisie zien. Maar hoe zwaar ik het heb gehad, hebben ze zich meer beseft in de manier hoe ik met mijn vader omging. Oftewel hoe zij ook, hoe weinig zij opa zagen. Ja, wat is er gebeurd tussen mij en mijn vader? Ik denk dat toch voor hem de overhand heeft gehad om van mij iets te willen maken wat hij voor ogen had. En dat het op zijn manier moest. En als dat niet ging zoals hij vond dat het zou moeten gaan, dan kon hij daar heel moeilijk mee omgaan. En dit slaat natuurlijk ook weer helemaal nergens op. Het was een continue spanning, altijd, van kijken naar zijn ogen, zijn mimiek en zijn lichaamshouding. Van hoe staat het ervoor, is hij tevreden, niet tevreden. Ja, daar moeten kinderen helemaal niet mee bezig zijn. Ik ga Milan zo halen. Ja, zeker. Ja, het, eigenlijk op weg altijd naar de wedstrijden, op trainingen. Was het allemaal relaxed. Het zat hem echt op het moment van de wedstrijd zelf. Wie? Ja, het team van Nora. Het meest dodelijke moment eigenlijk is dat moment dat je een bal in het net slaat of uit of whatever. Op een heel belangrijk moment. Dat je dan naar je vader kijkt, want daar zoek je steun. En dat je het averechts krijgt. Zo. Nora aanmoedigen. Alleen. Wat ga je ermee doen? Blijf je daarin hangen als topsporter? Of ga je zorgen dat je daaraan werkt en dat je daarover... En dat is voor mij te laat in mijn carrière. Ben ik daar zelf ook echt mee aan de slag gegaan. Wel lekker ervoor gaan, hè, Nora? Ja. Goed bewegen, goed kijken. Ja. Wat ik met mijn kinderen meegeef aan sporten is dat zij... met name de vrijheid voelen om op het veld en rondom de sport plezier te hebben. Je ziet wel eens dat ouders langs het veld of langs de tennisbaan of wat voor sport dan ook, toch een bepaalde druk meegeven zonder dat andere mensen dat zien. Maar dat het kind zich niet helemaal veilig voelt in de blik die ze krijgen van hun ouder. Je kan wel eens dat nee-knikje hebben. Nou, daar zit zoveel in wat ja, op dat moment je het vertrouwen hebt, nodig hebt van juist diegene en die geeft het je niet. Dus dat komt dubbel hard aan. En dat zijn wel elementen waarvan ik vind, zo ver mag je gewoon niet gaan naar je kinderen. Je mag best zeggen dat je teleurgesteld bent, maar doe dat face-to-face, samen en zoek naar een oplossing. Je merkt toch wel aan het gedrag van ouders langs het veld dat ze zich toch... beseffen van wat ze aan het doen zijn, maar dat ze het toch niet kunnen laten. En je hebt natuurlijk het fysieke ook. De ouders die toch nog even, net even iets te hard de arm vastpakken. Van niet goed, of in de auto even in de kuit. En ja, je hoort het en je ziet het. Ik heb het zelf meegemaakt. Het is... Dat toch iets losmaakt bij ouders dat ze... net over die drempel gaan, waarvan ze zelf ook weten, dit hoort eigenlijk niet. Ja, daar zeg ik het. Nee, dat is omdat het is einde seizoen. Ze dachten dat deze verjaardag. Ja, wat doe ik eraan? Hè? Wat... Ik doe er iets aan binnen mijn macht. Ik wil natuurlijk naar je eigen kinderen. Dat heb je zelf in de hand. Maar wat je ook in de hand hebt, is dat als je het constateert en naast je bent, dat je het... het zo op een bepaalde manier probeert aan te kaarten dat je niet ruzie krijgt. Dat je toch gesprek aangaat. Dat je ze net pakt op een moment waar ze kwetsbaar zijn geweest. Dus ze voelen zich ook echt gewoon persoonlijk aangesproken. Nou, dat kan leiden tot een heftige reactie of je hebt helemaal gelijk en sorry. Maar ja, het enige wat ik ermee wil bereiken is dat ze toch... op het moment dat ze de auto instappen, even terugdenken aan dat moment dat iemand zich daar bewust van is geweest. Sporten, leuk, prestatief, nummer 1 willen worden,
allemaal heel mooi en heel gaaf. En ga erin mee. Ondersteun het. Ga ervoor samen met je kind. Maar verlies nooit, nooit de relatie en de vertrouwen en de liefde en de warmte tussen ouder en kind. Zorg altijd dat je die bescherming kan geven op de meest kwetsbare momenten.